De uitspraak van CDA-minister Heers Balin vorige week donderdag over de ouders van Mongooltjes veroorzaakt nog steeds opwinding. Heers Balin weigert morgen mee te doen aan een radiodebat over criminaliteit, omdat PvdA-minister Van Tijn er ook bij zit. En Van Tijn beschuldigde Heers van fundamentalistisch gedrag. Van Tijn neemt vandaag niets terug van zijn aanval op Heers Balin. Politiek redacteur Job Friso. Heers Balin wil niet aan het radiodebat morgen meedoen vanwege de gevoeligheden van de afgelopen dagen. Van Tijn is daar op zijn beurt verbaasd over. De PvdA-minister heeft geen spijt dat hij zijn CDA-collega betichtte van het doen van immorele uitspraken. CDA-premier Lubbers reageerde daar gisteren woedend op. We zitten in het laatste dag. De minister-president had al enkele weken eerder het premierschap neergelegd. En gezegd, nou ben ik CDA-politicus. Dan moet ik me niet zo opgewonden doen als anderen zijn voorbeeld volgen. Lubbers zei gisteren, u reageerde daar ook op. Van Tijn die zal zich wel schamen. Bent u inmiddels al in die fase gekomen? Nee hoor. Op geen enkele manier? Helemaal niet, nee. Ik heb van mijn hart geen moordkuil gemaakt. En dat is niet iets waar je voor hoeft te schamen. Omgekeerde zou beschamend zijn. Geen zand erover, zegt Van Tijn dus. De VVD houdt in Amersfoort de slotbijeenkomst van de verkiezingscampagne. En daar is ook verslaggever Gerard Arninkhoff. Gerard, wat is de laatste boodschap van de VVD voordat de stembussen dinsdag opengaan? Ja, VVD-leider Bolkestein, die hier zo meteen aan het woord komt, die gaat een harde aanval uitvoeren op de Partij van de Arbeid. En dat is pikant, want daarmee lijkt hij aan te geven dat regeren voor de VVD straks met het CDA een stuk gemakkelijker zal zijn. Voor de VVD ziet het er in de peilingen goed uit. Maar niemand in de partij weet of er straks geregeerd kan worden en ook niet met wie. Maar VVD-lijsttrekker Bolkestein weet wel dat een formatie met het CDA het makkelijkste zou gaan worden. Het is inderdaad waar dat als de heer Kok vasthoudt aan zijn huidige gedachten, dat het dan voor ons erg moeilijk zal worden om met hem samen te werken. Met de heer Brinkman hebben we op dat punt altijd een warmer onthaal gevonden dan bij de heer Kok. De heer Brinkman heeft zich in het verleden uitgelaten in positieve bewoordingen over iets dat lijkt op het basisstelsel. Ik weet natuurlijk ook niet wat hij na de verkiezingen zal zeggen. Maar op dat punt denk ik dat we dichter bij het CDA staan dan bij de Partij van de Arbeid. Wat de VVD betreft moet de kabinetsformatie hooguit enkele weken duren. Ook D66 is vanavond voor het laatst op verkiezingspad. Dat doet de partij in Maastricht en verslaggever Tim Dekkers is erbij. De Democraten 66 hebben tijdens deze campagne op zeker gespeeld. De opiniepeilers voorspellen namelijk een grote winst. En de partij lijkt onmisbaar in een nieuw kabinet. Lijsttrekker Van Mierlo formuleerde zojuist voor deze bijeenkomst de punten waar hij straks in de formatie op gaat hameren. Heel hard op het referendum. De politiek moet dat gebaar maken. Ik kan me niet voorstellen dat we in een kabinet gaan zitten als de kiezers ons groot genoeg maken, zodat we onmisbaar zijn. Voor welke kabinetsformatie dan ook, dan zijn we moreel verplicht om daar heel zwaar aan te tillen. Dus het referendum en de Betuwelijn de energiepolitiek, waar het vorige kabinet of dit kabinet eigenlijk niets aan gedaan heeft. Dat is heel belangrijk. En dan krijg je vanzelfsprekend de WAO en het veiligstellen van de AOW voor de toekomst. Van Mierlo was eerder vandaag op bezoek bij de Haagse muziek- en dansgroep Pandora. D66 wil in een nieuw kabinet meer geld uittrekken voor cultuur. Want cultuur is een nieuw bindmiddel voor de samenleving. Om de cultuur gaat alles. We willen de andere problemen overwinnen om in cultuur met elkaar te kunnen leven. Dat wil zeggen zo gelukkig mogelijk zijn. Geluk en schoonheid. Het is op deze campagnedag wat anders dan werkloosheid of de Paarse coalitie. De drie kleine christelijke partijen halen volgens de peilingen samen tussen de 9 en de 11 zetels. Nu zijn dat er nog 6. De partijen, de SGP, het GPV en de RPF, profiteren van het verwachte verlies van het CDA. RPF-lijsttrekker Van Dijken is populair bij zijn voor een groot deel jonge achterban. Ook deze partij verplaatst zich met een bus, maar dan een van een ander type als bijvoorbeeld het CDA. In hun optimisme rekenen de RPF-jongeren op 5 zetels. De peilingen gaan van 3 uit, maar het is hoe dan ook meer dan die ene zetel die de partij nu heeft.
De RPF is volgens een deze week gepresenteerd onderzoek een van de groenste partijen. En om dat te bewijzen gingen de jongeren vanmiddag aan de schoonmaak in Ede. Ondertussen verklaarde Van Dijken het verwachte succes van de RPF. Het is duidelijk dat de mensen die naar onze partij komen, vanuit het CDA komen, zijn daar ontevreden over wat die partij doet aan haar christelijke karakter. En dat vinden ze bij de RPF hier wel. En daarom komen ze met overtuiging naar de RPF. Wat vindt u van al het gedoe rond het CDA van de laatste tijd? Vind ik niet fijn. Het wordt veel te veel op de persoon gespeeld en dat betreur ik. Maar u heeft er toch die stemmers aan te danken? Nou, niet aan het spelen op de persoon. Ik vind het jammer dat de discussie niet over de inhoud gaat, maar veel te veel over de personen. Ook GPV-lijsttrekker Schutte zegt signalen te krijgen van mensen die van het CDA naar kleinrechts overstappen. En het opmerkelijke daarbij is dat die signalen vooral ook komen uit rond-katholieke kring. Dus kennelijk weet men van, ja, GPV is een gereformeerde politieke partij, maar we herkennen toch in die partij meer dan in onze eigen partij. En daarom gaan toch velen die kant nu heen dat men zegt, we kiezen GPV. CDA-lijsttrekker Brinkman vindt dat CDA-kiezers niets bereiken als ze overlopen naar de kleine christelijke partijen. Met alle waardering voor collega Schutte, die een goed Kamerlid is. Maar wat ik wel eens jammer vind, is dat ja, toch een beetje aan de kant een soort getuigen blijft. Terwijl dan ons het verwijt wordt gemaakt dat we met praktische maatregelen dan proberen ook de christelijke traditie in praktijk te brengen. Brinkmans campagne begon vandaag in Alkmaar op de Kaasmarkt, waar hij even keurmeester mocht spelen. Op een scholengemeenschap oogste hij de tweede plaats met zijn verdediging van het CDA-verkiezingsprogramma. Toch eindigde het CDA bij de schaduwverkiezingen daar op de laatste plaats van de grote partijen. Even later, op het arbeidsbureau in Hoorn, grap Brinkman dan ook over zijn toekomst. Ik zou wel eens een keer willen adviseren in plaats van leiding geven, dus ik neem eens één. Hè? Ja. En dan komen we nog even terug op de zaak Heers Balin. CDA-premier Lubbers neemt het vanavond op een spreekbeurt in Gorinchem voor hem op. En verslaggever Maria Henneman is daar erbij. Minister-president Lubbers is kwaad, heel erg kwaad op de PvdA-minister Van Tijn. Diens uitlatingen dat Ernst Heers Balin immoreel gedrag zou hebben vertoond en fundamentalistische uitspraken zou hebben gedaan, zijn Lubbers zo in het verkeerde keelgat geschoten dat hij iets heel ongebruikelijks wil gaan doen. Om zijn vertrouwen uit te spreken zal hij aanstaande dinsdag niet op de nummer 1 van het CDA stemmen, maar op de nummer 3. En dat is Ernst Heers Balin. Meer daarover in het 10-uur-journaal. Het is niet zozeer opvallend dat Lubbers Heers Balin steunt en op hem gaat stemmen. Pikant is wel dat hij dus niet op de nummer 1 op de CDA-lijst stemt. Want dat is lijsttrekker Brinkman. Bij verkiezingen onder meer dan 200.000 middelbare scholieren is D66 veruit de grootste partij geworden. 2 en 3 zijn VVD en Partij van de Arbeid. GroenLinks komt bij de scholieren op de vierde plaats met aanzienlijk meer stemmen dan het CDA, dat bij deze verkiezing pas de vijfde partij is. Paus Johannes Paulus II heeft zijn rechter dijbeen gebroken. Volgens de woordvoerder van het Vaticaan is de 73-jarige paus gisteravond uitgegleden in zijn badkamer. Hij is opgenomen in het Gemelli ziekenhuis in Rome en is daar vanmiddag geopereerd. Zijn chirurg verwacht dat de paus minstens tot aan de zomermaanden niet volledig kan werken. Het pauselijk bezoek aan België van 13 tot 15 mei gaat daarom niet door. In Milaan is het eerste vonnis geveld in de grote smeergeldzaak Operatie Schone Handen. De rechter veroordeelde smeergeldfinancier Cusani tot 8 jaar gevangenisstraf en 19.000 gulden boete. Cusani sluisde miljoenen guldens door van het Italiaanse Ferruzzi-concern naar tientallen politici om ze zo om te kopen. Vlak voordat de rechter uitspraak zou doen, werd in de gang bij de rechtszaal een bom gevonden, maar die bleek onschadelijk. In Parijs is een economisch akkoord getekend door vertegenwoordigers van de PLO en Israël. Men bereikte overeenstemming over onder meer belastingzaken en importregelingen. 6 maanden lang hebben ze erover onderhandeld. Het allesomvattende akkoord over Palestijns zelfbestuur in de Gazastrook en in het gebied rond Jericho wordt aanstaande woensdag getekend. Beide partijen kwamen dat gisteren onder toeziend oog van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher en de Egyptische hoofdstad Cairo overeen. Martin Toonder, tekenaar in oorlogstijd. De tentoonstelling met die titel is vanmiddag geopend door W.F. Hermans in het Verzetsmuseum in Amsterdam. De tentoonstelling toont het legale en illegale werk van Martin Toonder in de Tweede Wereldoorlog. Wat ik deed, dat was het verstoppen van Joden, het verschaffen van arbeid aan mensen die naar Duitsland moesten, het verbergen van een drukkerij, een illegale drukkerij. Op al die drie dingen stond de doodstraf.
Aan een tekenfilm voor de Duitsers werd door de onderduikers in de Toonder Studio opzettelijk langzaam gewerkt. Oud-atlete Fanny Blankenskoen, filmproducent Matthijs van Heiningen, BVD-baas Dokters van Leeuwen en slager Teun Molenaar hebben vanaf vandaag in elk geval één ding gemeen: een koninklijke onderscheiding. De jaarlijkse lintjesregen is dit keer neergedaald over 2485 mensen, ruim 100 meer dan vorig jaar. Onder hen veel bekende Nederlanders, zoals de directeur van Artsen zonder Grenzen, Jacques de Miliano. Hij werd officier in de Orde van Oranje-Nassau. Net als in andere jaren werden er veel meer mannen dan vrouwen onderscheiden. Ruim 2100 heren tegen maar zo'n 300 dames. Eén daarvan was de Grand Old Lady van het toneel, Mary Dresselhuis, sinds vanochtend ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een greep uit de andere bekende namen. Generaal Cousy, opperbevelhebber van de landmacht. De rabbijn Avram Soetendorp, de Utrechtse hoofdcommissaris Wiarda en de zanger Leen Huizer, beter bekend als Lee Towers. Maar je hoeft niet beroemd te zijn om opgemerkt te worden. Ook honderden onbekende mensen zijn onderscheiden voor hun verdiensten. Samen met 5 andere inwoners van Lexmond en Zederik kreeg slager Teun Molenaar de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn familie wist ervan, maar de slager zelf, die ook functies bekleed bij de vrijwillige brandweer, de winkeliersvereniging en de voetbalclub, werd compleet overdonderd. De gedecoreerden bedankten de koningin met het Wilhelmus. Maar slager Molenaar ging meteen weer over tot de orde van de dag. Een dag met een gouden randje. Een lintje. Zo. Ja. Dat overkom je niet alle dag. Nee, zeker niet. Dat heb je maar eens in je leven, hè? Ik denk het ook. Anders nog iets? Nee, dank u. Voor zover bekend hebben tenminste 2 mensen hun lintje geweigerd. De Alkmaarse hoofdofficier van justitie, Josephus Jitta. En burgemeester Deloor van Epen.